Het tweede inzicht, wat ik graag met je wil behandelen, en ik spreek ondertussen even op mijn tijd, nou, het gaat allemaal prima, is deze zin. En deze zin, misschien, wederom, ik weet niet zeker of je hem kunt lezen, dus ik lees hem voor de zekerheid even op. Onze drang om continu productief te zijn is exact de reden waarom we dat niet zijn. Dit is een, in mijn ogen misschien wel een van de belangrijkste onderdelen. Het heeft te maken met een volgend plaatje, volgend model wat ik aan je wil laten zien. En het volgende model, we noemen dat de flow curve. Dat is een model wat we ontwikkeld hebben met de wetenschap, door de wetenschap te spreken. Er zijn twee lijntjes, eigenlijk heel simpel, maar belangrijk om even kort toe te lichten. Eerst het blauwe lijntje. Het blauwe lijntje is je productiviteit. En wederom, waar we het net over hadden, je moet een complex artikel schrijven. Laten we dat even als casus nemen. Dan kost het gewoon eerst een paar minuten voordat je in die flow zit. Of als je een gesprek moet voeren, je moet even een paar minuten om er echt lekker in dat gesprek te komen. Dat is heel normaal, dat denk ik iedereen. Bij simpele taken heb je dat wat minder. Maar hoe complexer de taak, hoe langer die aanlooptijd als het ware. Nou, op een gegeven moment zit je erin. Zit je in het artikel wat je aan het typen bent. Of misschien ben je een artikel aan het lezen. Of zit je in het gesprek. Of zit je in het webinar. Dan zit je in die flow als het ware. Focus en flow zijn bijna een synoniem voor elkaar. Maar logischwijs, nou, laten we dit webinar als voorbeeld nemen. Hopelijk vind je het leuk. Wij vinden het leuk om te doen. Hopelijk vind jij het ook leuk. Maar het kost ons beide allemaal inspanningen. Voor de cameraman, voor ons, voor Hans, voor jou als kijker. Het kost ons allemaal inspanning. Dus op een gegeven moment zijn we gewoon op, zijn we gewoon klaar en moeten we gewoon lekker stoppen. Dat gaan we ook zeker op tijd doen, dus maak je daar geen zorgen om. Maar concreet betekent het dat je productiviteit gewoon naar beneden gaat. Oftewel, als je te lang doorgaat, ja, de laatste druppels productiviteit die je eruit probeert te persen, ja, die gaan gewoon het lastig. Er komt gewoon heel weinig nog uit. Nou, het tweede lijntje wat je hier overheen ziet staan, en je ziet het misschien staan, is de inspanningsgrafiek. En de inspanningsgrafiek laat zien dat de eerste paar minuten, als hieronder zo de tijd loopt, in die eerste paar minuten dat je gas gaat geven, lever je vaak de meeste inspanning. En dat kun je vergelijken met een vliegtuig die opstijgt. Als een vliegtuig opstijgt, gebruikt 40% van de brandstof wordt gebruikt voor het opstijgen. Dat is een gigantisch groot deel. Dat is met denkwerk hetzelfde. In het eerste paar minuten moet je de meeste inspanning leveren om erin te komen. Maar op een gegeven moment, als je in die flow zit, ja, dan gaat dat makkelijk. Dan kost het weer weinig inspanning. Nou, dat spreekt denk ik wel voor zich. Maar logischwijs, als je te lang doorgaat, dan moet je dus harder persen om er nog wat productiviteit uit te persen als het ware. Dan lever je de meeste inspanning. Het hele spel van focus, waar, wat wij vandaag nu ook over hebben, is het zoveel mogelijk in het middenstuk blijven. Dus zo snel mogelijk door die opstartfase heen te gaan. Nou, daar zijn een set aan technieken en methodes voor. Zo lang mogelijk in de flow blijven. Daar is een set voor technieken voor. Maar is ook een onderdeel om zo min mogelijk in het laatste deel te zitten. En het laatste onderdeel, daar wil ik nu graag op inzoomen. Want dat is voor nu wederom de eerste zin weer. Onze drang om continu productief te zijn is exact de reden waarom we het niet zijn. We hebben vaak de neiging om zo lang mogelijk door te gaan. Van ja, ik zit nu eenmaal in die flow. Ik zit nu lekker in het artikel. Of in het gesprek. Of wat je ook aan het doen bent. Ja, als ik dan weer ga stoppen. Als ik weer ga pauzeren. Ja, dan moet ik weer opnieuw inkomen. Snap ik. Ik snap de logica. Ik had dat ook vroeger heel erg. Maar het effect is dat je heel vaak in het laatste deel van die grafiek blijft hangen. En dat is de minste rendement tegen de hoogste prijs. Dus de truc is, of de vraag is eigenlijk, hoe laat je je hersenen op de juiste manier weer op? 1. Wanneer moet je hersenen opladen? Wanneer begint dit te gebeuren? En 2. Hoe zorg je er dan voor dat je hersenen weer energie krijgen? Nou, de term die daarbij hoort, en die wil ik graag aan je introduceren, heet de Default Mode Network. Het Default Mode Network kun je zien als het tankstation in je hersenen. Letterlijk. Om nu dit webinar te kunnen volgen, om je aandacht erbij te kunnen houden, om die gerichte aandacht, zoals je ook een paar keer werd genoemd, die gerichte aandacht erbij te houden, om überhaupt productief te kunnen zijn, om überhaupt een gesprek te kunnen volgen of te voeren, heb je brandstof nodig. In de hersenen heet die brandstof noradrenaline en acetylcholine. Mag je weer vergeten, word je verder niet op getoetst. Maar die brandstof, net als je auto, raakt op een gegeven moment op. En als die opraakt, betekent het gewoon simpelweg dat die tank leeg is. Dan, ja, dan heeft het niet meer zoveel zin om gas te geven. Allereerst, dan moet je dus weer opladen, dat mag duidelijk zijn. Allereerst punt erbij is, dat is niet optioneel. Vaak wordt nog gedacht, en ik ben heel benieuwd hoe jij er tegenover staat, of wat jouw ervaring daarin is. Maar vaak wordt gedacht, ja, maar ik heb nu echt een super drukke dag. Weet je wat? Ja, laat ik die pauzes maar een beetje skippen. Weet je wat? Mijn lunch kan ik wel even combineren met een meeting. Of nog even wat e-mailtjes wegwerken. Ik snap die neiging. Maar het is een beetje hetzelfde als je zegt van, hey, ik heb nog 6 afspraken te gaan met mijn auto, om door het hele land moeten crossen. Mijn tank is bijna leeg. Ja, weet je wat, ik ben een beetje krap in mijn tijd. Ik ga gewoon nog de hele land doorcrossen zonder te tanken. Dat kan niet, zeg maar. Op een gegeven moment raakt de tank gewoon leeg. Als je een lege tank hebt en je gaat toch werken, wat er dan technisch gebeurt, dan ga je interen. Dan ga je interen in je reserves.
En dat is vergelijkbaar met iemand die een ecstasypilletje neemt. Als iemand een ecstasypilletje neemt, op dat moment is die persoon super gelukkig. Maar je leent eigenlijk je geluk van een later moment, want daarna is er een gigantische dip in somberheid. En die kan technisch gezien 2 maanden lang duren. Dat voel je misschien niet als persoon, maar 2 maanden lang duurt het weer om die reserves op te vullen. Met je productiviteit is dat hetzelfde. De heftigste vorm van interen is een burn-out. Dan krijg je gelukkig niet zomaar. Er moeten heel veel stations voor gepasseerd worden. Maar als je regelmatig inteert, kan je het al bijvoorbeeld merken dat je regelmatig vermoeid naar huis gaat. Dat is een rode vlag. Of als je je aandacht ergens nergens meer bij kan houden. Omdat je hebt niet meer de kracht om je te focussen als het ware. Dat is een rode vlag. En dat, wederom, hoeft nog niks ernstig aan de hand te zijn. Maar als je daar langer mee doorgaat, dan heb je uiteindelijk een probleem. Dus de truc is om je hersenen juist meer op te laden. En de plek om dat te doen in de hersenen, het tankstation van de hersenen, dat heet het default mode network waar we het net over hadden. Het default mode network, om te kunnen pauzeren, moet aan 2 voorwaarden voldaan worden. Ten eerste, je hersenen mogen op dat moment geen nieuwe informatie opnemen. Het moment dat je nieuwe informatie opneemt, per definitie gaan de hersenen dan weer in die werkstand staan. Dat is het eerste criterium. Het tweede criterium is, je hersenen moeten bewust afdwalen. Eigenlijk tegenovergestelde van wat we nu aan het doen zijn. Nu, op dit moment, krijg je nieuwe informatie, nieuwe prikkels tot je. Wederom, hopelijk is het leuk, maar het kost wel inspanning voor je hersenen om informatie te verwerken. Te analyseren, vind ik het leuk, vind ik het niet leuk, kan ik het gebruiken, kan ik het niet gebruiken. Dat kost denkkracht. Het tweede is, je hebt nu een vorm van gerichte aandacht. Je bent, als het goed is, gericht op de presentatie, op het gesprek wat we aan het voeren zijn. En ben je niet heel erg aan het lantaarnpalen met je gedachten. Ik bedoel, dat kan, maar ik hoop het niet. Maar dat is in principe je aandacht nu gericht. Om te kunnen pauzeren moet je precies het tegenovergestelde doen van wat je nu aan het doen bent. Dus 1, geen nieuwe informatie opnemen en juist bewust gaan afdwalen. Tegenovergestelde van nu. Maar, als je zo naar pauzes kijkt, geen nieuwe informatie opnemen en bewust afdwalen. Hoeveel echte pauzes heb je dan op een dag? En dit is even een prikkel, die kan je ook weer aangeven in de chat. Ik ben benieuwd wat er nu naar voren komt. Want de meeste mensen, ik weet niet hoe het duurt is, maar de meeste mensen geven ook aan om weer op een telefoon te zitten tijdens de pauze. Tijdens de pauze zit ze op een telefoon. Dat kan super leuk zijn, er komt ook heel veel dopamine vrij. Maar technisch heb je weer nieuwe informatie.